Rollenpolletjes. Het is weer tijd voor een gloednieuwe video op mijn kanaal. De volgende game is zonder grap echt super vaak gevraagd. Zo freaking vaak! Met jullie Baldi's Basic in Education and Learning. Oeh, wat een naam. Ziet er vreemd uit. Deze dude hier, dat is blijkbaar Baldi. Heb je er zin in? Smis dan zeker weten op een duimpje omhoog. Maar mensen, dit verhaal heeft ook een verhaallijn. Oh nee, school is uit. Maar je vriend heeft een probleem. Oh nee. Hij heeft al zijn notebooks achtergelaten in school. Wint alle 7 notebooken om te winnen. Wow. Zijn jullie er klaar voor? Heb je er zin in? Ik wel namelijk. Dan is het nu tijd voor Baldi's Basic in Education and Learning. Dit is zo te zien, Baldi. Hey Baldi, alles goed met je? Zo kaal ben je meer niet. Je hebt 1 stukje haar. Waarom heet je dan Baldi? Goede vraag, Ronald. Goede vraag. Wij moeten proberen 7 notebooks te vinden. Gaat me zeker weten lukken, hoor. Gaat me zeker weten lukken, want ik ben een professionele gamer. Maar dan moet ik eerst even kijken waar we de allereerste boekjes vinden. De graphics zijn trouwens heel mooi en geweldig. Alsof ik dit spelletje speel op een Game Boy Advance. Schoolregel. Je mag niet rennen. Oh man. Je mag niet eten, je mag niet drinken. En je mag niet ontsnappen van het nablijven. Nou, helaas jongen. Ik heb geen flauw idee wat de bedoeling is van deze game. Jullie vroegen het heel vaak aan. Dit is zo te zien de allereerste notebook. We moeten rekenen. We moeten rekenen. Ik ben niet goed aan rekenen. 4 min 2 is 2 en 4 plus 1 is 5. Wow, je bestaat. Yeah! Ik ben zo blij. Dit mag ik van mijn schouders afvegen. Ik ben slim vandaag. Maar we hebben nu 1 van de 7. Oh, hij geeft me daarvoor een cadeautje. Een kwartje. Nou, daar ben ik onwijs blij mee. Dankjewel, Baldi. Dankjewel. Ga nu door naar de volgende kamer. En daar is weer een notebookje, hoor. Ik ben slim. Ik heb het net opgelost. Ik ben supergoed in rekenen, jongens. Yeah. 6 plus 1. 7. 5 min 0 is natuurlijk 5. Wat? Wat is dit nou weer? Wat moet ik hier invullen? Wat moet ik hier invullen? Ik weet niet wat het is, dus we zeggen maar 1, 3, 3. Oh god, hij is nu heel boos op mij. Baldi, het spijt me, het spijt me. Maar ik heb zo te zien nog steeds 2 van de... Wat hoor ik? Wat voor gedik hoor ik? Hallo? Surprise. Dat is Baldi. Waarom komt hij langzaam heel boos naar me toe? Oké, ik loop wel eventjes naar achteren. Volgens mij heb ik wat verkeerds gedaan. Wij lopen maar eventjes door. Baldi zal me niet te pakken krijgen, hoor. Die verdomde Baldi. Altijd weer die Baldi. Ik raak misselijk van je. Maar we moeten dus op zoek gaan naar 5 notebooks. En dat gaat me zeker weten. Lukt eens hier... Wat is dit? Dit is gewoon een veger. Geweldig. Wow. Oh my god. Ik schrok, man. Wat is dat? Let's train. Moet ik nu touwtjes springen 5 keer? Maar er zit iemand achter me aan. Die steeds dichterbij komt. Oké. We lopen door, jongen. Baldi zal me niet pakken. Nee, Baldi. Jij zal me niet pakken. Jij gekke idioot. Loop eventjes gezellig door. Is hier nog een notebook? Ja, hier. Een zwarte. Het is weer tijd voor de rekendeskundige. Mijn naam is Ronald. Ook al heb ik misschien niet school afgemaakt. Deze sommetjes. Hier kan ik oplossen. 3 min 2 is 1. 8 plus 8 is 16. Oh, krijgen we dit de hele tijd? Oké. Leuk dit. Leuk. Hoe kan ik dit oplossen? Oh. Ik ben weer in 1, 3, 3, 7. Ik word elke keer boos op mij. Elke probleem die je maakt. Geweldig. Baldi is dus soort van boos op mij. Hey, Baldi. Alles goed, jongen? Hij kan ondertussen gewoon al die notebooks vinden. We moeten nog 4 vinden. Dit gaat me lukken, jongens. Wat kan ik hier kopen? Ik heb soda gekocht van dat ene kwartje die ik heb gekregen. Wow, ik kon ermee schieten. Oh, hij wordt meegenomen. Doei, Baldi. Ik ga ondertussen eventjes op zoek naar andere boekjes. Oh, hier ligt weer een kwartje. Als we die eventjes snel pakken, hopelijk zal Baldi ons niet vinden. Dus als we snel genoeg zijn, kunnen we dit nog enigszins halen. We hebben ook nog Stanny, maar die is bijna op. Oh, nee. Ik heb detention? Waarom heb ik detention? Ik moet nog 10 seconden, heb ik straf. Dit is bullshit. Dit is onterecht. We hebben 3 seconden. Dit is zo te zien de straflokaal. Geweldig. Waar is Baldi op dit moment? Dat was een hele mannelijke schreeuw. Damn you, Baldi. Mij een beetje belachelijk maken. Mij een beetje belachelijk maken dat ik niet kan rekenen. Ik ben super slim, motherfucker.
Baldi is zo te zien weer boos op mij. Maar wij gaan weer proberen te ontsnappen, Wem. We hebben weer 2 van de 7 boekjes. Maar wij weten nu wel ongeveer wat de bedoeling is. Daar is Baldi. Hey Baldi, mijn allerbeste vriend. Ik hou van je. Als we gewoon nu even rustig doorlopen. Laten we gewoon nu alle deuren eventjes openen. En ik zie hier een ree. Wat kunnen we met deze ree? Energy Flavor 60 bar. Oh, hier krijgen we dus zo te zien energie van. Oh! Dat maakt me blij. Dat maakt me enorm blij. We hebben hier een disket. Kunnen we hier nou in mee dan? Baldi anti-horen. Wacht eens even. Dus als we dat gebruiken, zal Baldi ons niet... Nee! Ik wil niet springen! We zullen springen met z'n allen. Ik zal in beweging komen, want ik ben een professionele sporter. Oh! Waar zijn de andere deuren die we dan enigszins kunnen openen? Nee, niet meer! 10 seconden geleden, dame! Ah! Daar hebben we de volgende notebook. Dit is notebook nummer 3. Hey! 1 plus 8 is 9. Oh! 7 min 1 is natuurlijk 6. Oh! Ja, maar dit kan ik weer niet weten. We typen wel weer wat trenders in. Ik hoor elke deur die open. Ja! Dat is een beetje raar. Ik weet nu niet waar die is. Ik weet niet waar ik het getik hoor. Dat vind ik een beetje eng. Baldi. Ah! Moeten we weer springen. We hebben trouwens nog steeds een kwartje. Hopelijk vinden we straks weer zo'n sodamachine. Waardoor we soda kunnen kopen. En dan kunnen we Baldi wegduwen. Ik vind het namelijk heel flauw wat hij continu doet. Ik wil niet meer geassocieerd met hem worden. Ik haat hem nu met een gebrande passie. En kijk wat we hier hebben. Notebook nummer 4. Tijd om te rekenen. 4 plus 5 is natuurlijk 9. 4 min 1 is 3. Dit is toch flauw? Dit is mijn gezicht op dit moment. Ik word elke keer boos als je antwoord verkeerd hebt. We nemen voor de zekerheid eventjes weer zo'n ree. En dan lopen we weer even verder. Want we weten nu namelijk, Baldi wordt steeds sneller en sneller. Waarom moet ik het probleem nou weer oplossen van mijn vriend, omdat hij een boek is vergeten? Waar is Baldi eigenlijk? Misschien als we dit super snel doen, kunnen we nog van hem wegrennen. 7 plus 3 is 10. 5 plus 9 is natuurlijk 14. Ah, we gaan dit hele tijd doen, hè? We hebben nu continu van... Ik krijg nu sowieso straf van mijn ouders. Waarom heb je al die zomerfouten? Wat gaat hij doen? Krijg ik weer straf? Zeg niet dat ik straf krijg. Ik heb weer straf. 14 seconden. Boom. Wacht, hier kunnen we onze disket in plaatsen. Dus dat betekent dat Baldi ons nu niet kan horen. Oh, wat wil je nu doen, hè, Baldi? Oh, hoop ik tenminste trouwens. Ik vind dat getik helemaal niks. Nee, ik vind het helemaal niks. No running in the hall. Oh my god, krijg ik meteen weer straf? Ik moet dit proberen 20 seconden te overleven. Maar ik hoor het getik steeds dichterbij komen. Volgens mij pakt het weer. Ja, volgens mij wel. Nee, Baldi, please. Baldi, misschien kunnen we dit net halen. Nee. In education ja. And dankjewel, learning. Dankjewel. That's me. Ja, ik weet dat jij dat bent. Ja, achterlijke vet. Is het goed als ik ondertussen eventjes van je weg ren? Ik moet namelijk op zoek naar boeken van een goede vriend van mezelf. Waarom doet die persoon die mij continu straf geeft? Waarom doet die niks? Ik moet alle problemen weer oplossen. Surprise, motherfucker. Daar is je weer hoor. Alles goed met jou? Volgens mij niet. Want je ziet er een beetje boosjes uit. Grijp ik enigszins? 1 plus 4 is 5, 8. En hier vullen we weer wat randoms in. Ik word elke keer boos. Ja, dat weet ik nu wel. Hier kunnen we altijd wel iets van een reepje vinden of zo. Die kunnen we dan namelijk pakken. En dan zijn we namelijk eventjes sneller dan Baldi zelf. Plus, ik zie hier zo'n blikje. Daar kunnen we Baldi mee wegduwen. Dus ook als we snel... Laten we ook snel eventjes deze reep pakken. Daar is Johan. Hey, ik heb een idee. Baldi, tot ziens! En hij wordt meegezogen, hoor. Laten we meteen doorlopen. Dit is een bully. Dit is een bully. Ik heb geen geld. Nee! Is dit serieus? Baldi, kom maar. Geef me een knuffel. Ik haat Baldi. We gelukkig weer een kwartje. Dus dat betekent dat we straks een sapje kunnen halen uit de sodamachine. Maar dan moet daar wel eerst kunnen komen. Ik zie hier weer een chocoreep. Die gaan we natuurlijk ook eten smeden. Want als Baldi nou te dicht in mijn buurt komt, eet ik die verdomde chocoladereep. En deze cassette is wel handig om te hebben, om eerlijk te zijn. Als ik langer dan 30 seconden moet nablijven, dan kan ik die enigszins gebruiken. En dan blijft die verdomde Baldi uit mijn buurt. Ik hoor elke deur die open. Dat is best wel eng, Baldi. Dat is oprecht best wel eng. Daar is zo te zien Baldi. We gaan weer een random sok. Waarom? 5, 0 en weer een getal die we niet weten. Oh! Tot ziens, Baldi. Wordt meegenomen door mijn smerige boer. Waardoor wij... Ik zie daar weer een kwartje. Ik kan die enigszins pakken, maar dat doe ik eventjes niet. Wat hoor ik? Nee! Niet de juiste timing om te sporten! Baldi, blijf uit mijn buurt. Ik meen het serieus. We hebben het gehaald. Oh! 9 min 3 is 6. 3 plus 2 is 5. En dit kunnen we niet oplossen. Dit kan Einstein zelf niet oplossen. We typen weer een random getal. Ik hoor elke deur die open. Oké. Okay. Ik ben niet meer bang voor die bal. Hey. Oh shit, hij wordt nu wel steeds sneller. Dit vind ik echt niet fijn. Want ik hoor nu de hele tijd getikt. Nee! Ik wil nu niet sporten! Nee! Is dit serieus?
drie boekjes probeert te vinden. We kopen even een blikje, want als Baldi weer komt, gooien we weer sap op hem. Ik zie hier een reep, dit komt zo goed uit. Kunnen we namelijk even wat sneller. En hier hebben we de cassettebal, die ook super handig is om te hebben. Oh, Baldi, ben je al een beetje bang? Want mijn naam is rekendeskundige Ronald. Oh, ik vind dit geluid niet fijn van dat getik wat ik continu hoor. Dus dat betekent dat Baldi straks meteen komt. Baldi, ik weet, daar is Baldi. Oké, we duwen hem weg als hij heel dichtbij komt. Tot ziens, Baldi. Tot ziens! Hier een boekje. Ja, we hebben hier een blauw boekje. Oh! 2 plus 7 is 5. 1 min 0. Dat is nog steeds 1. Waarom heb ik de eerste fout? Wat? Wat is dit voor geluid? Een fidget spinner. Waarom nou weer een fidget spinner? Ik haat zijn gezicht. Ik ben wel blij dat ze eens heel erg vriendelijk zijn. Ik doe zo mijn best om goed om een fantastische rekenbom te worden. Maar dat lukt zo niet echt. Min 2, min 4. En dan krijgen we weer zulke sommetjes. Maar als ik dit fout heb, wordt hij boos. Hij is super kwaad. Gewoon probeer. Ik wil het eigenlijk gewoon halen. Het gaat me ook zeker weten. Die bal niet aan. Die zal blij zijn. Die zal blij voor me zijn. Moet ik nu al trainen? Is dit ze? Ik ben net begonnen. Er zit een kale man achter me. Please. En ik heb het gehaald. Oké, ik hoef nog 4 boekjes te gaan, dus hopelijk gaat mij dit lukken. Ik hoop het zo echt. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik kreeg straks aan de straf van mijn ouders. Ja. Ik zie hier een slot. Wat kunnen wij hiermee? Yellow doorlock. Kunnen we hiermee deur op slot doen? Oh, misschien kunnen we dan snel dit boekje hier nog pakken. Dus we rennen super snel naar het boekje toe. En we gaan weer rekenen. Ja! 5 min 8, min 2. Oké, ik had het fout. Het was min 3. Maar elke keer als ik dus iets fout heb, dan wordt Baldi boos op mij. Dus ik moet het eigenlijk super goed doen. En ik zie hier een gele deur. Deze kan ik dus eventueel op slot doen. En dan raak ik die deur bij kwijt. Hey! Ik wil het proberen. Oh my god. Het werkt. Het werkt. Oké, hij is nu weer op mij. Ik weet niet of het slim was om dit nu al te doen. Waarschijnlijk niet. Hier is weer een pistool. Er loopt er wel. Wat ga je afpakken? Mijn cassette! Nee! Dat ding is zo handig om te hebben. En hij is net afgepakt door een pestkop. Waarom moet mij dit nou weer overkomen? Nee! Ik heb geen zin om te trainen! Gelukkig is Baldi nu best al ver van me vandaan. Dan kan ik weer op zoek gaan naar boekjes. Want we moeten nog een paar hebben. Zoals hier hebben we eentje. Min 1. Min 8. Ik weet het nog steeds niet. Waarom ben ik zo dom? Ligt hier nog ergens een boek? Ik hoef nog paard te hebben. Kom op. Dit is zo flauw. Dit is zo freaking flauw. 30 seconds. Waarom heb ik nou weer straf? Nee, kom op. Nee, daar is Baldi al. Ah, man. Is dit zo? Ah! Kom maar, Baldi. Geef me een knuffel. Oké. Geweldig dit. Dit is zo leuk. Dit is zo spannend. Ik ben deze duty helemaal zat. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Hier nog een deel van Baldi's Basic in Education and Learning. Wat een naam. Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk dan ook op dit kanaal. Ik vond het zelf wel een leuk spelletje. Super frustrerend wel. Heb je deze video nog niet gezien? Zeker weten checken. Abonneer hier in de onderste video. Beste video ooit. Zeg mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!